gaan allemaal. Ik zou het graag met jullie willen hebben over de psalmen. En, en niet allemaal hoor, niet allemaal. Niet alle psalmen, maar één wil ik eruit pakken. Psalmen, eigenlijk, als ik... Vroeger toen ik aan psalmen dacht, dacht ik altijd aan lofliederen. zo blijdschap. En... en toen ik een beetje door de psalmen iets meer leerde kennen, ging ik me realiseren dat veel van die psalmen helemaal niet zo blij zijn. Dat er wel blijdschap aanwezig is, maar dat ze niet altijd met blijdschap beginnen. Dat ze vaak beginnen met een innerlijke nood die voor God wordt uitgestort. En dat raakte me wel. Ik, ik merkte dat er meer klaagpsalmen zijn dan lofprijspsalmen. Ik vond dat wel boeiend. Te zien hoe de gelovigen in het Oude Testament met God omgingen. En ook dacht ik: van hey, het is boeiend om daar ook eens naar te kijken samen. Om te zien hoe, ja, hoe zij ons daar een voorbeeld in geven. Vorige week sprak ik met een jong meisje wat, wat eigenlijk geïnteresseerd is in het geloof. En ik weet nog niet of ze christen is, maar je merkt dat de geest aan het werk is. En, en ze vertellen me van een nood. En ik zei: van. God, stort gewoon je hart eens uit voor God en ze reageerden van oei mag dat en ik dacht van ja dit is eigenlijk wel niet alleen een kenmerk van mensen die misschien net christen zijn of, of net aan het worden zijn, maar ook misschien een kenmerk van veel gelovigen, misschien ook een Vlaanderen die als het geleerd hebben van als christen leid je en draag je de last, als christen ga je niet naar God, en ga, ga je strijden eigenlijk voor je zaak, ga je pleiten voor je zaak. Als je kijkt in de in de feestdagen die wij hebben in het jaar, dan valt dat ook wel op. Hè? Pasen is niet echt nu voor de meeste, voor jullie wel, hè, de opstanding. Maar aan de andere kant is dat toch ook wel een triest feest. Jezus die gestorven is. Dus het lijden staat centraal vaak in Pasen. Vaak vergeet men dat de opstanding daar heeft plaatsgevonden en maakt men van Pasen meer een soort Goede Vrijdag. Of ook andere feesten. herdenking. Het zijn ook van die allerheiligen, zijn bezig met het leed, de dierbaren die ontnomen zijn. En hier in de psalmen zie je dat mensen gelovigen voor God komen. En er is één psalm waar het hele volk als het ware voor God komt. Als een hele grote schaar komen ze naar God toe en zeggen ze van hier, we zitten met een probleem. Dit is het probleem. Je kunt het vinden in psalm 44. Ga gerust met mij mee naar Psalm 44. Psalm 44. <coughs> Psalm 44. Voor de koorleider van de Korachieten, een leerdicht. O God, met eigen oren hebben wij het gehoord. Onze vaderen verhaalden het ons, het werk dat Gij gevrocht hebt in hun dagen, in de dagen van ouds. Met die hand hebt Gij volken verdreven en een geplant, naties geteisterd en een uitgebreid. Want niet met hun zwaard hebben zij het land verworven. Niet hun arm heeft hen gered, maar u, rechterhand en uw arm en het licht van die aanschijn, omdat Gij in hen een welbehagen had. Gij toch, zijt mijn koning o God, gebied de verlossing van Jacob. Met U stoten wij onze tegenstanders neer, in uw naam vertreden wij, tegen, uh, wij wie tegen ons opstaan. Want niet op mijn, hoog, op mijn boog vertrouw ik en mijn zwaard verlost Gij niet. Maar gij hebt ons verlost van onze tegenstanders en onze haters beschaamd gemaakt. In God roemen wij de ganse dag. Uw naam zullen wij loven voor altoos. Er staat een sela achter, dat betekent pauze. Even stilte. Nochtans hebt je ons verstoten, het is schatten gemaakt. En zij met onze heerscharen niet uitgetrokken. Voor de tegenstander hebt je ons laten wijken en onze haters hebben naar hartelust geplunderd. Gij hebt ons overgeleverd als slachtvee, ons onder de volken verstrooid. Gij hebt uw volk verkocht voor een spotprijs en zij niet rijk geworden door een koopsom. Gij hebt ons gesteld tot smaad voor onze naburen, tot spot en hoon voor wie ons omringen. Gij hebt ons tot een spreekwoord onder de volken gesteld. Gij doet de naties over ons het hoofd schudden. De ganse dag staat mijn schande mij voor ogen en bedekt schaamte mijn aangezicht om de taal, van wie hoont en lastert, en de blik van vijand en wraakgierige. Dit alles is ons overkomen, maar wij vergaten u niet. Nog verlogen wij uw verbond. Ons hart werd niet afvallig, nog weken onze voetstappen van uw pad, zodat gij ons in een oord van jakhalzen moest verbrijzelen en ons overdekken met diepe duisternis. En Indien wij de naam van onze God hadden vergeten en onze handen uitgestrekt naar een vreemde God, zou God dat niet uitforsen hij kent toch de geheimen des harten. Waarlijk, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij worden gerekend als slachtschapen. Waak op! Waarom slaapt gij, heren? Ontwaak, verstoot toch niet voor eeuwig. Waarom verbergt gij uw aangezicht? Vergeet gij onze ellende en verdrukking? Want onze ziel is in het stof gebogen, ons lijf kleeft aan de grond. Sta op, ons te hulpen. Verlos ons om uw goedertierenheid wil. zijn de woorden van, van het volk dat daar samenkomt. Misschien heb je een andere vertaling. Dan kun je ook soms zien dat er een verschil wordt gemaakt tussen hetgene wat het volk zegt en hetgene wat de liturg, de voorganger, de koning zegt. Dat is zo'n overgang, zo twee. Manieren van zingen zijn als het ware twee koren. Eén groot koor, dat is dan het volk, en een klein koor, dat is dan één man, die zegt dan tussendoor een zinnetje. In sommige vertalingen zie je dat. Dat is wat boeiend om dat verschil te zien. Goed, daar ga ik het niet over hebben, maar daarmee heb je meteen een uitleg. Elie begint deze psalm op een prachtige manier. Als ik zou zijn gestopt bij het woord Sela, in vers 9, aan het slot, zou er geen vuiltje aan de lucht zijn. Dan zou je denken, oh, dat is een mooie psalm. Mensen die roemen van God, wat God vroeger gedaan heeft. En mensen die weet hebben daarvan, die van hun ouders dingen hebben gehoord waar hun hartje van begon te bonken. Ken je dat? Dat je ouders, misschien heb je het meegemaakt, misschien ook niet, ik heb het zelf niet meegemaakt, maar wel bij ooms en tantes, dat ze mij wel eens een verhaaltje vertelden van hoe het vroeger was. Het waren dan geen christenen, maar ze vertelden van de oorlog. En dat, dat raakte me. dat ging, dan, ging voor mijn leven. Als je verhaaltjes vertelt, ook in, in een boodschap op zondag, dat blijft hangen. Beelden komen dan opeens in je hoofd tot leven. Je kunt je dat voorstellen. Dat is iets wat enorme kracht heeft. De kracht van verhalen. Ik denk dat er weinig mensen in de zaal zijn, ik denk niemand, die zegt van ik luister niet graag naar verhalen. Verhalen zijn mooi. Verhalen nemen je mee. Verhalen kunnen je iets leren. En hier is het ook zo. Het volk zegt aan het begin van, wij hebben gehoord van die verhalen, die onze ouders ons vertelden. Verhalen die zij met God hadden meegemaakt. Weet je, ik wil je daarmee ook even een zijspoor bemoedigen. Vertel wat je meemaakt met God. Het renomium zegt van, denk er aan als je staat en wandelt, vertel erover aan je kinderen. Het wordt soms een beetje vertaald met, brend het hun in, alsof het zo'n soort indoctrinatie is. Het dus is dus gewoon van. Ma, pa, vertel eens aan die jonge mensen. Of opa, oma, vertel eens aan die kleine mensen. Wat jij nu met God hebt meegemaakt. Dat is heel wat hoor. De dallen waar je doorheen ging. De bergen waar je overheen ging. Vertel het ze. Want dat, dat scherpt hun. Dat laat hun zien hoe God werkt. Ik denk daarom alleen al dat het Oude Testament en ook het nieuwe Testament zoveel verhalen bevat. Kun je zich voorstellen dat de hele Bijbel geschreven zou zijn zoals de brieven van Paulus? Dat zou heel moeilijk zijn. Want je moet altijd dan denken bij die brieven: van, oei, hoe zat die situatie in elkaar? Terwijl bij die verhalen, dat kun je je voorstellen, dat gaat leven. Ouders, vertel verhalen. Je hebt daar een belangrijke taak. Vertel verhalen aan je kinderen, opa's, oma's. Vertel verhalen. Vertel wat de Heer heeft gedaan, want je kinderen zullen dan onthouden. En als zij de vreugde beleven, zullen ze denken: dit is wat oma vertelde. Of als zij de diepte beleven, zullen ze zeggen: dit is wat opa een keer zei. En hier zie je een volk wat zegt van, we hebben gehoord van u. We hebben gehoord van wat God heeft gedaan in ons leven. En we houden daaraan vast. Ze kenden de geschiedenis van God. Niet alleen maar vanuit de Bijbel, maar ook vanuit de verhalen. De verhalen die er in de gemeente de ronde deden. De verhalen die verteld werden. De getuigenissen. Dat bemoedigde bleef hangen. En soms kwam wel een keer hetzelfde verhaal. En zo voor het slapen gegaan van, mama, kun je dat verhaal vertellen? En dan moest mama weer denken, wel, bedoel je precies, maar dat hebben we toch gisteren al gehad? Ja, maar dat was zo mooi! Ik wil het nog een keer horen. Verhalen die indruk maken. Welk een zegen. Onthouden ouders hun kinderen als ze niet vertellen wat zij met de Heer hebben meegemaakt. Het is een zegen die je aan je kinderen of je kleinkinderen onthoudt. Het is echt waar. God zal jouw vragen straks vormen, heb je niet verteld? Misschien was het moeilijk woorden te vinden, maar goed, begin. Lukt vanzelf. Kinderen luisteren graag naar jouw verhalen. En hier zie je, zoals ik al net zei, een volk wat ook die verhalen heeft. Die roemrijke daden van God, waar God zonder dat er een zwaard werd getrokken, zomaar Jericho veroverde. Dat hebben we de laatste keer gezien. En er gebeurde heel weinig. Hele verhaal waar God. Volken verdreef uit Kanaan en ons dat land gaf. Zonder dat wij ook maar een ietsie hoefden te doen. Ja, we moesten wel iets doen, maar in vergelijking met dat wat God deed, was dat nihil. Nul. God is zo groot geweest. En dan kijken ze opeens naar het nu. En dan begint vers 10. Want nu ziet het er helemaal niet zo rooskleurig uit. We hebben net de tekst gehoord uit Romeinen 14, vers 7... Want het koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar gerechtigheid, blijdschap en vreugde in de Heilige Geest. In de Heilige Geest. En dat betekent niet dat het altijd gerechtigheid, blijdschap en vreugde in de wereld is. We zullen dat er graag inlezen. Dat je overal en hey, al je omstandigheden dat nee. Dat zegt de schrijver niet. En hier zie je mensen die dat ook beleven. Die zeggen van oké, okay, gerechtigheid, blijdschap en de Heilige Geest. Maar om ons heen is het echt geen gerechtigheid, blijdschap en vreugde. Het is ongerechtigheid, het is droefheid, het is verdriet. Hoe anders was dit toch dan vroeger? En je leest in je Bijbel op moeilijke momenten en je denkt van hoe gezegend waren toch die mensen in die tijd? Hoe gezegend was toch een Daniel? Je zat met een probleem. en God reageerde. Kijk, meteen antwoord. En ik zit al jaren te bidden. En je gaat je vergelijken. En je klopt bij God als het ware op de deur en je zegt van: Heere God, als u liefde bent, waarom overkomt mij dat dan? Kijk dat? Kijk dat zo. Als God liefde is, waarom? Waarom gebeurt dan zoveel slechts? Als God liefde is, waarom moet dan onze lieve vriend op het vliegveld blijven staan? Is dat weer een lesje van God? Een soort pedagogische opvoeding? God de schoolmeester, die nu elke en haar verloofde een lesje gaat leren? Waarom, als God liefde is, waarom liggen dan onze medegelovigen in Haiti onder de puin? Als God liefde is, kijk die vragen. Die worsteling, hier in de psalm komt dat heel duidelijk naar voren hoor. Het is een psalm waar dat niet één persoon zegt, maar waar dat een hele kerk zegt. Ja, Oké, okay, te horen in kerk, begrijp je wel wat een heel volk zegt. En dan ga je natuurlijk, als dat gebeurt, hè, het eerste wat je gaat doen, als je opeens van die moeilijkheden krijgt, ga je nadenken. Wat heb ik de afgelopen week gedaan waardoor dit mij toevalt? En dan ga je nadenken, wat heb ik nu misdaan? Dan ga je nadenken, waarom krijg ik nu een tik op mijn vingers van God? Wat heb ik misdaan? En dat doen, dit volk doet dat ook, er is helemaal niks mis mee. Zeggen ze ook van: Heer, moet je kijken, u doet dit, allemaal rampen, en wij zijn trouw. Wij volgen u. Voor... Het is echt geen zonde waar wij zomaar even nu, of het moet dan in het verborgenen zijn gebeurd, maar afgelopen week heb ik gezegend geleefd, ik heb voor u geleefd, en, en toch overkomt mij dat. Dit is wat het volk doet. Wijzen ze ook God op hoor. Het is geen zonde waarvan ze weten van: ah, dat is een obstakel voor Gods zegening. Dus kijk in vers 18 tot 22. Er zijn maar weinig christenen die zulke woorden durven uit te spreken. En soms moet je het wel doen. Als je echt je van geen kwaad bewust bent, moet je het gewoon doen. Hier doet men dat ook. Dit alles is ons overkomen, maar wij vergaten u niet. Nog verlogen de wij uw verbond. Ons hart werd niet afvallig. Nog weken onze voetstappen van uw pad zodat gij ons in een oord van jakhalzen moest verbrijzelen en ons overdekken met diepe duisternis. En Indien wij de naam van onze God hadden vergeten en onze handen uitgestrekt naar een vreemde God, zou God dat niet uitforsen. Hij kent toch de geheimen des harts. Ze zijn heel eerlijk, die mensen, echt waar. Ik vind dat zo fijn. Ja, je hebt wel mensen die ja, een beetje overvroom over zijn. En die denken: van ja, oké, okay, ik zou wel echt iets mis hebben gedaan. En, uh, ik ben, we zijn allemaal zondags. Maar hier zegt dat voor: ja, inderdaad, we zijn zondags. Maar als je nu kijkt hoe wij de afgelopen maanden hebben geleefd, dan waren daar geen grote zonden. Kijk, bij Ai, bij, bij je, nadat Jericho gevallen was, en bij Ai, vielen ook nog veel mensen van ons. Maar dat was omdat we ongehoorzaam waren. Hè. Toen, hadden, toen hadden we zo'n een, een sukkel bij ons in het volk, die had toevallig nog dingen uit Jericho meegenomen. En daarom moest ons volk, werd ons volk verslagen. Toen was er zonde in het spel. Maar nu is dat niet het geval. Het volk vraagt zich af van, Heer, we hebben dit gehoord van de ouders. We zien nu het ellende. En we kijken naar onszelf. En we zien geen directe oorzaak bij onszelf. Waaraan hebben wij dat te wijten? Als God liefde is, waarom overkomt ons dat dan? Als wij zingen, de Heer zegen ons, waarom krijgen we dan geen zegen? Het is belangrijk om soms een keer daar bij stil te staan. Ze kijken terug naar wat er vroeger is gebeurd. Ze kijken terug in de geschiedenis. Misschien dat, dat onze opa's en oma's dat ook een keer hebben meebeleefd. Laten we daar eens naar kijken. Soms is het ook goed om daarom als christen eens een keer een, 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 iets te lezen van een, een vroegere christen. Ik ben nu net bezig met een boek, een soort roman over Augustinus, de kerkvader van het Westen. Heerlijk. Om te zien hoe die man ook heel wat ups en downs heeft. Ik vind dat fijn. Niet voor hem natuurlijk, maar omdat ik dan zie van, ah, ik ben niet de enige. Je kan me niet vergelijken met Augustinus, maar als zelfs zulke mensen dat meemaken, dan geeft dat wel moed. Lees je wel eens boeken, christelijke boeken, romans die echt zijn gebeurd? Misschien is het wel eens boeiend voor 2010, voor jezelf te zeggen van oké, okay, ik ga een keer een, een soort biografie lezen. Van mensen die geleefd hebben en, en die hun verhaal hebben opgeschreven. Dat kan stimuleren. Dat kan... Dat kan, het, eerst is het, geeft je, het is leuk om te lezen, want het is een soort romanstijl. Het leest makkelijk verhalen. Niet van de theoretische boeken die ik schrijf, bijvoorbeeld. Nee, verhalen. Het is ook nog fijn, want je leert iets van de geschiedenis. Want die mensen hebben echt geleefd. Augustinus heeft volgens mij echt geleefd, hoor. Plus... Je wordt ook nog bemoedigd als Christen. Nou, drie dingen in één keer. Nou, dus Net als, als die kleine uh, chocolade-eitjes die we onze kinderen geven: hè? chocolade, spanning en spel. En hier heb je in een biografie van een kerkvader dan geschiedenis, bemoediging en ook nog uh, een fantastische schrijfstijl. Ze kijken terug en ze kijken naar hun voorouders. Ze zien de ellende en ze kijken naar zichzelf. En ze zeggen: Bij ons is er niet echt meteen iets. Waarom overkomt ons dit? Misschien heb je die vraag ook al in je leven gehad. Er is één vers wat hier trouwens wordt geciteerd in het Nieuwe Testament. Je hebt het gemerkt, hè, toen ik het las, dacht je van dat komt mij toch wel bekend voor. Dat vers komt mij heel bekend voor. Het vers wat door Paulus wordt geciteerd. Dat wij zingen, in opwekking zelfs. Het vers waar sprake is van de slachtschapen vers 23. Waarlijk, om u en worden wij de ganse dag gedood. Wij worden gerekend als slachtschapen. Dat is een tekst die Paulus citeert in de brief aan de Romeinen. Er wordt geciteerd in Romeinen 8 vers 36. Kijk maar een keer of ik gelijk heb. Romeinen 8 vers 36. Dan gebruikt de apostel Paulus dat om de gelovigen te bemoedigen. Er staat namelijk in vers 36 precies hetzelfde. Gelijk geschreven staat: Om u en het worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. Dat is precies dezelfde tekst. Paulus verwijst naar die psalm. En hij begint in vers 31. En dan zegt hij. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Dan heeft hij het over de christelijke hoop. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem niet ook alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Jezus, Christus Jezus is de gestorvene. Wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit? Wie zal ons van de liefde van Christus scheiden? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging of honger? Of naaktheid? Of gevaar of het zwaard? Gelijk geschreven staat: om u uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wel is hij gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomsten, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Paulus citeert die woorden uit de Psalm. Deze gelovigen in Rome hadden ook te vechten met heel wat tegenstand en zaten ook met die vraag: Waar is de liefde van God als het slecht gaat? Er waren niet allemaal van die krachtige martelaren die zeiden: Psalm zingend zullen wij de dood tegemoet gaan. Het was heel makkelijk om het lied te zingen wat we net hebben gezongen. Ik zal u eren tot in de dood. Maar als het erop aankwam, dan was het toch wel moeilijk. Het verhaal gaat van: dat is dan niet vanuit de christelijke wereld, maar vanuit de Joodse wereld kwam het deze week tegen. Van Rabbi Akiva. En Rabbi Akiva die. Die, die kwam om eigenlijk als martelaar. En toen werd hij gevraagd door ja, zo de mensen die rondom hem waren: van, vind je dat nu niet erg? Toen zei hij: Van witje, elke dag, elke dag heb ik als trouwe jood mijn geloofsbeleidenis opgesomd, beleden met mijn hart. Hoor Israël, jouw God is Yahweh. Yahweh is één. Dat heb ik elke dag gezegd? En ik had nooit het moment de mogelijkheid om dat ook echt te tonen met mijn leven. En nu kan ik dat wel doen. Hij is in een uitdaging, maar niet iedereen heeft dat. Iedereen zal zeggen van, weet je, ik heb zo vaak in de gemeente de Heer geloofd, en nu eindelijk, eindelijk ben ik God dankbaar dat mij het mes op de keel is gezet. Nu kan ik tenminste tonen dat ik het ook werkelijk meen. Iedereen heeft dat. En Paulus weet dat. Het is heel moeilijk om die moeilijke momenten te aanvaarden. Het is heel lastig om dan nog vast te houden aan de liefde van God. Wat is de... Gelovige die zegt: Ik vertrouw erop, ik vertrouw erop, ook al zie ik het niet, dat God toch degene is die lief blijft hebben. Ook al worden wij als slachtschapen geveld. Weet je, vaak denken wij van: zegen betekent dat. Zegen betekent zus. We gaan heel snel denken dat zegen voor ons dat betekent wat wij denken dat goed is. Een groot huis, een goede job, een fijne gemeente, leuke broeders en zusters, waar je nooit problemen mee hebt, die altijd dezelfde denken als jou. Dat is fijn. Dat is zegen. Maar God denkt er anders over. Het gaat er niet om wat, wat is zegen in jouw ogen, maar wat is zegen in Gods ogen. Het kan soms heel anders uitdraaien. Het kan soms zijn dat God jou door moeilijke omstandigheden laat gaan. Ik zeg niet altijd, onderstreep het woord soms in de vorige zin. Het kan soms zijn dat God jou door moeilijke omstandigheden laat gaan. Omdat hij zegt dat is beter. Dat is tot zegen. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Het zwaard dood, honger. Allemaal vreselijke dingen die je niet over je heen wil laten komen. En toch zegt Paulus: Wij houden eraan vast. Wij blijven meer dan overwinnaars, totdat God van ons houdt. Weet je, op een moment toen ik me dat begon te realiseren, had ik toch wel even moeite om dat lied te zingen. Wij zijn meer dan overwinnaars. Maar dat denk je opeens van: Ik vind dat niet altijd makkelijk om te zingen hoor. Als je ziet dat je kinderen opeens worden uitgemoord, dan lijkt me dat niet echt. Wij zijn. Ja. Begrijp je? Soms is het dus goed om de achtergrond van die teksten te kennen. Niet om je daarvan af te houden om ze te zingen, maar om je daarmee eens te laten worstelen. Van hier, hoe ziet u dat? Er zijn op dit moment heel wat christenen die worstelen daarmee hoor. Die kunnen misschien op dit moment niet in de zaal zitten, omdat ze vervolgd worden. Of omdat ze, ja, ze staan op de zwarte lijst. Christenen, Noord-Korea, het Midden-Oosten, ook Israël. Die vervolgd worden door orthodoxe Joden, die dreigbrieven krijgen en die niet weten of ze deze week nog zullen overleven. En toch, en toch, zie je dat zij vasthouden, dat ze vasthouden aan het geloof, het vertrouwen, vertrouwen van ondanks dat ons dit overkomt, blijven wij ons op God focussen. Dat is wat Paulus doet met deze psalm. Hij wijst. Ondanks dat het dat zwaarder is, ondanks dat, dat, dat de hongersnood er is, ondanks alle noden die je maar kunt bedenken, ondanks alle noden van jouw week, die je hebt meegemaakt, of van het jaar, of van wat dan ook. Ik zeg Paulus: van, Denk eraan. De liefde van God blijft bestaan. Ook al is het niet te beseffen voor ons, ook al voelen wij ons als slachtvee, ook al zingen wij misschien op het, in de gemeente een van de liederen, laat ons zijn als een offer, dan toch is het moeilijk om dat doorheen te gaan. En Paulus zegt van. Denk eraan, Gods liefde blijft bestaan en wij zijn meer dan overwinnaars. Waarom? Niet omdat de situatie zo mooi is, maar omdat we weten dat ondanks al die dingen ons niks kan scheiden van Gods liefde. Dat is degene wat de Bijbel ons geeft. Misschien niet meteen een antwoord. Dat kreeg Job ook niet. Job heeft geen antwoord gekregen, maar hij wist op het einde wel dat Gods liefde bleef. En ik kan ook niet meer doen. Ik kan geen antwoord geven op je moeilijkheden. Ik kan die moeilijkheden niet weggeven. Maar ik kan wel zeggen, kijk, het is boeiend te zien dat Paulus hier zegt van, oké, okay, die dingen bestaan. Maar blijf vasthouden aan die liefde van God. Ik lees nog een keer die laatste verse van Romeinen 8 voor. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinners. Door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogten, nog diepte, nog, vul maar in wat je dwars zit, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. God blijft trouw. Welke is in Christus Jezus onze heiland, onze Heer? Heere God... Op het einde van psalm 44 krijgen wij niet meteen een antwoord over de moeilijkheden. Dan het slot van Romeinen 8 staat ook niet meteen een verklaring... waarom al die moeilijkheden over de christenen komen. En op het einde van onze week staat ook niet een antwoord... waarom ons zoveel moeilijkheden overkomen. Hier maar, er is iets wat blijft staan. Namelijk de trouw van u. Jere God, het blijft staan in Romeinen... Dat u liefdevol bent. En vandaag hier worden we, de, worden we daaraan herinnerd. We hebben deelgenomen aan het avondmaal. Het verbond is herdacht. Uw liefde is herdacht. Uw liefde aan het kruis. Maar ook uw liefde die we zien in het leven van onszelf vroeger. Heer, wil je ons helpen? Wil ons helpen antwoorden te vinden? Wil je ons helpen u te vinden? Heer, geef ons rust. Zegen ons op deze week. Amen.